Ik word er helemaal gek. Wat de fuck was dat? Heeft je macht ervoor gezien naar Cosmopolitan toe? Oh jee, ik heb gelukkig een wapen op zak. In mijn doopje ben ik veel te makkelijk te vinden voor die bandit. Ik ga mooi even onderduiken hier, denk ik, maar in Cosmopolitan. We hebben ook nog een kist staan. Geld voor het overdracht. Dank, Eagle Shooter. Oh, en natuurlijk, ik heb natuurlijk mijn huis laten verplaatsen door de gemeente. Want ze hier een of ander raar project hebben. Ik heb daar nog geld van. Zit ook maar snel op mijn rekening. Ik heb ook helemaal geen eens zin om daar allemaal nu mee bezig te zijn. Ik ga eventjes gewoon nu lekker naar mijn kelder toe. Ik moet heel eventjes bijkomen van wat er juist is gebeurd in mijn topia. Want echt, dit is werkelijk waar ongelooflijk. Gewoon even heel lekker even chill in de jacuzzi. Want oké, ik moet even relativeren. Bandit, die is dus blijkbaar mijn hitman. Die wil mij daadwerkelijk dood hebben hier in van nou ja, dood. Schijndood hebben, dat ik dan niet meer eens over straat kan, noem het dan maar op. En ik word er helemaal gek. Wat de fuck was dat? Heeft je macht ervoor gezien naar Cosmopolitan toe? Oh jee, ik heb gelukkig een wapen op zak. Oké. Hallo? Wie is er in mijn huis? Ja, yo, hallo? Yo. Wat, yo, yo? Ik heb een wapen, ik ga schieten. Wie is het? Hey. Ik ben het, rustig. Wat de fuck doe jij hier? Wat de fuck doe jij hier? Ik moest toch hierheen komen? Ik kan meekomen. Kom, meekomen. Nou ja, hey. Dude. Ja, wat? Haal die gun eens weg. Ben je alleen? Ja, duh. Wat was het voor iets wat net viel? Ja, je had een glas op de rand gezet. En ik denk, ik kom gewoon binnenlopen. Ik was eigenlijk naar je aan het kijken. En toen kom ik de glas van de huis. Man, ik weet... Ik moet het even opruimen, maar... What the fuck? Jongen, je laat me zo schrikken. Je laat me echt zo ontiegelijk schrikken. Waarom? Kom, ga even hier naartoe voor de zekerheid. Even de deur dicht, want ik kan niemand meer vertrouwen, lijkt het wel. Dude, wat heb jij voor slecht geweten in één keer? Oké, luister. Ik heb je toch gemeld over de dodenlijst? Ja. Ik was gisteren in Mindtopia. Ik wou naar mijn villa toe gaan. Ik kwam van mijn villa bij het politiebureau, waar ik redelijk veilig ben. Want het politiebureau houdt dan redelijk toezicht op me. Ik heb mijn wapen opgehaald. Ik loop dus naar Uptown toe. Ik ben daar bij Uptown. Ik kijk om me heen achter me te kijken. Ik word beschoten. Ja, ik word beschoten. Ik legde bijna het loodje. Ik heb teruggeschoten. Ik heb een aantal keer geraakt. Uiteindelijk ben ik mijn huis... Neem aan dat hij wel dood is. Nee. Uiteindelijk ben ik mijn huis binnen gevlucht. Mag je er iemand raden wie mijn hitman is? Jouw filosofie, jouw complot klopt. Het is Bandit. Wat? Bandit is dus, mijn hitman. Dus, even om alles op een rijtje te leggen. Bandit. Ja. Verkoopt ons coke. Verkoopt ons coke. Verkoopt ons wapens. Verkoopt ons wapens. Helpt je de cel in? Helpt mij de cel in en uit, om zo maar te zeggen. En uit? Is een politieagent? Ook. En nu probeert hij je te vermoorden? Hij heeft me proberen om te leggen. Ik was bij Uptown. Ik moet zeggen, ik weet niet waar hij heeft leren schieten. Hij heeft betere tijden gehad met het schiet van hem, maar... De kogels vlogen me om de oren. Hij heeft zeker, volgens mij, voor wat ik me kan herinneren, 5 keer wat dan ook geschoten. Ik heb natuurlijk gewoon volledig teruggeschoten. Uiteindelijk ben ik mijn huis binnengerend. Ik heb gericht op de deur. Als je binnenkomt, ik schiet een kogel door je kop. Uiteindelijk kwam die binnen en met zijn mes wat. Hij heeft me een aantal keer gestoken. Maar het waren geen diepe wonden. Het waren meer oppervlakkige wonden. Weet je wel, je gewoon met een aantal pleisters en wat verband wel de das om kan doen. Maar ik leef in ieder geval nog. Ik kan je één ding melden, Dylan. Ja? Die dodenlijst bestaat echt. En ik sta er echt op. En het gaat om bedragen. Daar word je niet goed van. Goed. Wow, wacht even. Dus je staat op de dodenlijst? Het is 100% geconfirmed. Ik sta op de dodenlijst. Ik heb een bandit informatie proberen los te krijgen van... Luister, wie is dan de grote baas? Want jij bent het blijkbaar niet. Nee, daar wou hij natuurlijk geen antwoord op gaan geven. Verder. Ik blijk 1 miljoen waard te zijn. 1 miljoen? 1 miljoen. Ja, Dylan. 1 freaking miljoen euro. Ik heb zo'n goed idee. Ik wil niet dood, Dylan. En ik wil ook geen gefakte dood hebben, want, luister. Bennett heeft me ook al voorgelegd dat ik een fake dood moest zijn. In mijn huis ledig maar kon blijven. Zodat hij aan hun kon melden dat hij in ieder geval zo'n 1 miljoen kreeg. Ik zeg, oké, dan wil ik daar dus een deel van het geld van. Nou, dat gebeurde dus al niet. En vervolgens... Ja, maar ho. Wat nou als Bandit het niet doet? Hij is er opgezet. Ik denk als iemand anders hem vermoordt, dan is er ook geen geld. Maar als het... Luister, het zit zo... Nee, maar het is een dodenlijst. Het is toch gewoon iedereen die... Niet iedereen weet toch van die dodenlijst. Dat weet toch alleen de topcriminelen die veel geld willen verdienen. Denk je dat Jan allemaal weet dat ik erop sta?
Ja, en dan Dylan. Als ze erachter komen dat jij mij hebt vermoord, wat denk je dat het met jou gaat gebeuren? Of we moeten de opdrachtgever vinden. Nou ja, kijk, ik heb nog... Er zijn twee dingen inderdaad. Eén, of inderdaad een opdrachtgever vinden, wie het ook maar kan zijn. Ik heb werkelijk maar geen idee, want ik dacht dus dat Bandit de grote man was. Daarbij komt kijken, hij heeft mij ook een voorstel gedaan om mij een soort van af te kopen. Maar dat is al helemaal niet te doen. Af te kopen? Van de lijst af te kopen, dat ik dus een heel groot geldbedrag betaal, want ze weten blijkbaar dat ik veel geld bezit. Nou ja, goed, ik heb op het moment nog, wat is het, 3 villa's volgens mij in mijn bezit hier dan in de normale steden. Dan heb ik nog een aantal huizen in mijn bezit in steden die op dit moment onder natuurrampen verkeren. Ik ben dus zelf 1 miljoen waard en ik kan me schijnbaar afkopen, of in ieder geval Bendert 3 miljoen betalen en dan ben ik van de lijst af volgens hem. 3 miljoen euro. 3? Ja. Dat is toch niet te doen? Ik heb gezegd, ik heb geen eens 3 miljoen. En ik weet wel dat ik het makkelijk heb. Ik bedoel, ik weet dat ik meer dan 6 miljoen alleen al aan bankgeld heb. En dat ik nog meer dan dat ik nog miljoenen cash heb liggen. Maar daar gaat het in dit geval toch niet om? Daar gaat het toch niet om? Maar kun je niet naar Dylan toe gaan? Ja, dat is dus ook het rare eraan. Ik ben dus in Gredo geweest. Jij weet ook, daar stond zijn enorm grote schip. Ik ben uiteindelijk de berg in gegaan. Mm-hmm. Ik heb daar een heel erg mysterieus gebouw gevonden met voorspellingen van 2016, die blijkbaar uit zijn gekomen. Maar Dylan zijn boot staat niet meer in Gredeel. Die is vertrokken. Ja, ik weet niet waar die is. Dylan's boot is weg. Oh. En Bennett wilde ze ook nu niet melden wat dan ook. Ja, en ik, zoals je gezien, ja kijk, ik heb gewoon mijn gun nu op zak. En als het moet, ik schiet. Echt maar, ik schiet. Ja. Want ik heb Bandit maar op 1 manier mijn huis uit weten te krijgen. Ik heb dit shield gepakt, wat je kan zien. Ik heb een mes gepakt. Ik heb gezegd, herken je dit shield? Dat is een van je vrienden. Ik ben niet bang om mensen neer te steken. Ik heb met een zwaar dreigement mijn huis uitgegooid. Ja, tuurlijk. Of Bandit daar echt iets van aan gaat trekken, dat weet ik niet. Maar hij is nu weg. Daarom ben ik ook dus nu naar Cosmopolitan gevlucht. En jou hier even laten komen om te praten. Want Mytopia, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet het niet. Ja, snap je nou waarom ik paranoïe ben als ik een glas hoor breken? Ik bedoel, wellicht is het Bennet die hangt met een hakbel mijn ramen in en die komt meer alsnog vermoorden. Want hij wil natuurlijk gewoon zijn miljoen hebben. En dat maakt dus ook zoveel sens. Dus bij mijn arrestatie stond hij, hè, achterin. De politie stond zeg maar voor zo en hij stond achterin zo te knikken zo, weet je wel. Hè? En waarom wou hij mij in de cel zo graag hebben? Maar en wacht, misschien heeft hij je juist opgesloten omdat hij wist dat iemand anders jou wou gaan vermoorden. Dylan, hij heeft mij toegekregen. Hij is mijn hitman. Dus hij heeft er alle belang bij om mij te vermoorden. Ik heb in de cel gezeten voor 1 week. Toen heb ik al 250.000 betaald, hè? En misschien was dat ook wel gewoon een proef voor hem. Van oké, als ik hem 250.000 kan laten betalen qua schade, wat hij misschien wel in zijn eigen zak heeft gestoken, weet ik het ook al voor elkaar te krijgen om nog meer geld bij hem los te peuteren. Dus of ik hem dan vermoord, krijg ik 1 miljoen. En anders mag hij lekker 3 miljoen betalen. Ja. En wat wil je zelf doen dan nu? Wat wil ik zelf doen? Nou, ik heb Bennet gezegd dat hij kan oprotten en zo niet dat ik draai mijn hand niet om hem te vermoorden, heb ik hem gezegd. Maar goed, Bennet jouw hitman is. Ja, er zit iemand boven hem, maar wie weet ik niet, dat wil hij ook niet zeggen en daarom heb ik ook bedreigd met Bennet, hè. Wat nou, hè, want ik heb natuurlijk alle opties met hem open, van oké, ik heb me gemeld. Wat nou als ik daadwerkelijk niet dood ben, hè, ik fake me dood, jij krijgt je 1 miljoen, maar ik loop op straat en iemand van die hogere baas die komt erachter. Wat gebeurt er dan met jou, weet je, want dan loopt hij in gevaar. Toch? En ja, daar was hij niet zo huiverig over en dat vond hij ook geen goed idee. Dus hij is wel bang voor de persoon die boven hem staat. En ja, het is vrij simpel. Als ik me dood zou faken en ik kom uiteindelijk op straat en ik word gezien, wat er dan met Bandit gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik wil niet mijn dood in scène zetten, hè. Dat betekent dat ik echt gewoon aan mijn huis gekluisterd ben. En ik wil ook niet dood. Of niet. Je vlucht. Ja, inderdaad. En dan als ik vlucht en ze komen weer achter waar ik zit en dan ben ik al helemaal dood. Want in dit geval, die kwam nu nog naar me toe om te praten, hè. Ik denk dat de eerste volgende keer bij een andere hitman die op me wordt gezet, dat is niet meer praten, dat is gewoon mij hier in het huis inbreken en gewoon met een mes en gewoon helemaal gewoon lek prikken. Ja, maar wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen dan? Weet ik veel? Daarom ben ik dus nu hier om gewoon even tot rust te komen. Ik moet een geniaal idee hebben waar wij dan niet per se kunnen onderduiken. Maar ik moet sowieso, denk ik, contact gaan leggen. En ik heb een klein ideetje met wie ik contact kan gaan leggen. En dat is iets, daar sta jij misschien niet achter. Je weet de persoon in Wood Springs van wie ik het mes heb gekocht van 1 miljoen. Mm-hmm. Als ik nou met hem in contact kan komen,
Misschien kan ik dan er ook achter komen wie de baas is van Bandit en wie de hits uitdeelt en wie hitmensen op elkaar zet. Maar wie zegt dat hij het niet is? Dan loop ik regelrecht de val in. Dan, als hij het wel is, dan loop ik in dat regelrecht de val in. Maar dat is denk ik mijn enige optie. Dylan daarentegen, ja, ik neem aan dat Dylan niet de man is die hits op mensen gaat zetten. En als hij het wel doet, niet op mij als F5-lid. Oud F5-lid. Dan zou hij meer ja, op jou zetten. Of juist wel, omdat hij de laatste daarvan wil overblijven. Weet ik veel. Nee, we zien ook maar wat, hoor. Nee. Ik denk dat er één optie op dit moment voor mij is. En dat is op zoek gaan naar die man in Hood Springs, die mij dat wapen heeft verkocht. En kijken of ik misschien via hem beveiliging kan regelen. Erachter kan komen wie de baas is. En weet ik voor allemaal. Dat is denk ik mijn enige optie. Ja, nou, dan moet je dat maar gaan doen, denk ik. Ja, maar voor nu denk ik dat ik de rest van de dag eventjes hier in mijn villa ga spenderen. Hier in Cosmopolitan. Hier onder de grond heb ik, ja, nou, zoals je kan zien, redelijk wat ruimte om toch een beetje te bewegen. Ik heb hier nog allemaal extra slaapkamers en allemaal. Dus ik zwembad en een chillplek. Dus ik vermaak me hier wel eventjes. Laten we het zo doen. Ik blijf hier. Jij gaat maar ergens een hapje eten. Dan kom je hier terug. En ik denk dat we dan richting Woodsprings gaan met z'n tweeën. Want ik neem jou gewoon mee. En dan wil ik op zoek gaan naar die persoon. Ja, is goed, denk ik. Dus maar we moeten wel bewapend gaan, denk ik. Mijn mes ligt in mijn andere villa en ik ga nu niet terug naar mijn topje. Nou ja, oké, dan draag jij maar een wapen. Wat we dan gaan doen is als volgt. Jij gaat nu maar even ergens een hapje eten. Maak jezelf klaar. Ik ga me even opfrissen hier. En dan moeten we dus weer richting Woodsprings gaan. En dan gaan we dus die persoon zoeken. En als we hem weten te vinden, wellicht is het onze dood. Wellicht is het onze key naar het volgende punt. Ik heb werkelijk maar geen idee. Ik ook niet. Maar ja, nou ja, moet ik nog wat meenemen of? Nee, je komt er zelf wel uit. Ik laat me even niet zien boven. Ik wil niet dadelijk zit iemand te kijken bij mijn raam of wat dan ook. Ik red mezelf wel. Is ik zal goed. Trouwens nog even dat glas opruimen. Ja, Voel ik het niet meer zo laten schrikken, dus, want de volgende keer pomp ik echt een kogel in je. Dan krijg je een paar stompen ook als ik ervan revalideer. Nou, hup, weg. Nou, doei. Oké, ik dacht net eventjes weer hetzelfde moment als in Mytopia dat ik net bijna het loodje zou gaan leggen. In één keer komt iemand mijn huis binnen. Ik was helemaal vergeten dat Dylan natuurlijk ook hier gewoon naar binnen kan. Laat hij een glas flikkeren. Man.